De komende jaren gaat er veel veranderen in de poolzone. Wethouder Theo Duivenstein en procesmanager Petrus Posma gingen samen het gebied in om te kijken hoe de laatste ontwikkelingen zijn. Er komt een groen-blauwe zone vanaf de duinen naar het nieuwe water. We krijgen dus ook een fietspad vanaf de kust. Ja. Die gaat door de nieuwe wijk Duingeest. Ja, de langs. Die gaat er dus langs en die gaat onder de Monsterse weg door met een tunneltje. Ja. En dan pakken we hem daarop en dan gaan we dus zo aan deze kant moeten we even kijken van waar we dan precies oversteken. Fietsers kunnen in de toekomst bij de Westlandse Druif dus over deze brug. Het is onderdeel van een trekroute voor vleermuizen en daar is de brug ook op gericht. Je ziet dat we hier wat meer ruimte hebben. En op de breedste stukken, daar hebben we dus ook de meeste ruimte om vispaaiplaatsen aan te leggen. En dat gaat hier bijvoorbeeld ook gebeuren. In de groene strook worden ook diepe wandelpaden aangelegd, zoals hier rechtsboven te zien is. Recreanten kunnen daardoor van een ander standpunt die natuur beleven. Ook komen er beestenbomen, waar dieren zich gemakkelijk kunnen vestigen. Hierachter, daar maken we echt een hogere berg. Ja, ja. En zelfs zo hoog dat je waarschijnlijk over de kassen heen kan kijken. Dus aan beide zijden wordt dan zo meteen gesloopt? Ja, en aan deze kant komt het natuurgebied. Ja, ja. En aan deze kant komen straks de woonkavels. Dus de ruimte voor het uitplaatsen van woningen die nu in de glastuinbouw de herstructurering in de weg staan. Ja, en zo trek je je tuinbouwgebied natuurlijk helemaal open. En zo ga je ook de achterkant van de kassen ga je natuurlijk veel meer beleven. En zo krijg je natuurlijk wel een hele mooie combinatie van natuur met een fietspad en een wandelpad. En dan de watergang. En dat in combinatie met het kassencomplex. Dan ben je toch in staat om van de kust naar richting het Staalduinse Bos zo meteen, als het echt helemaal klaar is, de natuur te beleven. Ja. Op 25 januari dan kunt u met eigen ogen zien hoe dit gebied naar de toekomst toe zich kan ontwikkelen. Er worden 2 struintochten gehouden op die dag. 1 struintocht om 1 uur en een andere struintocht om 3 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze struintochten. Op de website of Facebookpagina van Gemeente Westland kun je je inschrijven.